Iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Het is me het weekje geweest deze week. Ik dacht na een weekje rust, vorige week was mijn verjaardag en ik heb de hele week vrijgenomen, althans niet van mijn ochtendbaan, maar vrij van het meeste van social media. Om hiervan te kunnen genieten, want ik wist dat het voor mij best triest ging zijn dit jaar, omdat, ik vanwege de corona niet naar mijn familie kon gaan. Voor veel mensen geldt het waarschijnlijk. Dus dan weet je dat je er even triest over bent. Dus ik dacht even los van alles, van social media, even toch proberen te genieten van mijn 29e verjaardag. Ik heb ervan genoten overigens. Mijn man heeft echt alles uit de kast getrokken en was zo lief om me te verrassen met bepaalde dingen. Met heerlijk eten en leuke versiersels. En lieve cadeautjes. In ieder geval, ik heb er wel van kunnen genieten. En aan het begin van deze week dacht ik, yes, we kunnen er weer tegenaan. Maar toen werd ik ziek. Althans, vorige week had ik al het idee dat ik last van mijn spieren had, zonder dat ik eigenlijk, zonder dat er enige aanleiding naar was. Ik kreeg gewoon last van de spieren. En vooral mijn nek en mijn schouders dan. En mijn klieren werden dik. En in ieder geval, ik dacht, het zal weer overgaan. Dat heb ik wel eens af en toe, dat ik me niet zo lekker voel. Vooral tijdens de wisseling van seizoenen. Maar goed, ik ging werken woensdag en donderdag. En donderdag kreeg ik er een hoestje bij. En nog wat andere dingen. Ik was heel vermoeid. Ik sliep onwijs lang. En dan nog was ik niet uitgerust. Dus er was iets mis met mijn lichaam. Er is iets mis met mijn lichaam, want ik ben nog steeds niet oké. Maar hier nu in deze coronatijd dacht ik echt, zou dit corona zijn? En hoewel ik heel voorzichtig ben, ik ben echt volgens mij een van de meest panische mensen in deze tijd. Ik ben heel voorzichtig. Handschoenen, mondkapje overal. En ik denk nou over wat ik aanraak. En in ieder geval, ik was al heel voorzichtig geweest. Ik heb wel een aantal mensen in mijn buurt gehad met corona. In mijn buurt wel nog steeds met afstand. Maar goed, het spookt door je hoofd. En omdat ik me echt niet lekker begon te voelen, enorm koppijn, dacht ik, oké, ik moet echt even een test. Vooraleer dat ik andere mensen ga besmetten, moet ik even een test laten doen. Heb ik gedaan. Die was gelukkig negatief. Dus ja, ik was blij. Maar goed, het zal wel voorbij gaan en zo niet, dan ga ik gewoon naar de huisarts. Maar dat wil ook zeggen dat ik op de dag dat ik film, niet kon filmen deze week. Gelukkig heb ik aan het begin van deze week mijn rijden laten filmen. Ik had een training gepland aan het begin van de week en ik liet het filmen en gelukkig heb ik die beelden. Dus ik dacht, laten we deze week gewoon eens de beelden tonen en even heel kritisch kijken naar wat ik doe op dat moment en waarom en wat er misgaat en wat er beter kan of wat er wel goed gaat. In ieder geval echt even kritisch goed kijken naar het hele plaatje. En het gaat goed met de training van mijn paard, althans tijdens het rijden. Persoonlijk vind ik dat het goed gaat. Ze luistert goed en ze pikt heel snel op. Sneller dan ik eigenlijk had gedacht, want we zijn er toch een tijdje uit geweest. Maar ze heeft af en toe wel eens dagen ertussen zitten dat ze... volgens mij was dat die dag ook. Ja, dat was die dag ook. Dat ze heel stijf lijkt, maar echt enorm. Vooral in haar achterbenen. En dan gaat ze er weer mee sleuren. Iets wat ik er eigenlijk uit probeer te krijgen. Ja, door meer tempo. Maar ze ging nu weer sleuren. Hoewel ik volgens mij de dag ervoor ook had gereden. Ik moet even goed nadenken. Of was het de dag daarvoor? Had ik gelogeerd de dag ervoor? Ik denk het wel. Volgens mij had ik met de dubbele lijnen gewerkt de dag ervoor. Om haar in beweging te houden.
Ja, want die dag had ik. Ja, nee, ja, klopt. Dus 2 dagen ervoor had ik gereden, de dag ervoor had ik met dubbele lijnen gewerkt en die dag zelf was ze vrijwel heel erg stijf, vooral in de achterbenen. Dus besloot ik om eerst te longeren. Om haar in ieder geval een beetje in beweging te krijgen, maar ik liet er niet. Ik liet er een beetje doen. Ik liet er niet sneller lopen dan zij wilde. Want ik dacht, het moet er toch een klein beetje uit. Misschien heeft ze wat minder lang op de wei gestaan. En is het echt een opstapeling van verschillende dingen geweest. Of ze voelt zich niet helemaal lekker zoals ik. Dat ze moeite heeft met weerstand. Maar in ieder geval, dat was er. En ja, ik moest het op een of andere manier voor haar beter maken. Althans, dat zit dan zo in mijn hoofd. Dus ik liet haar lekker lopen aan de longe, een beetje draven. Volgens mij ook een kort stukje galopperen, maar dat weet ik niet meer zeker. Kijk, mijn hoofd, er zit echt gaten in op dit moment. Maar dat ga je zo zien. En op zich ging dat goed. Echt na 5 minuutjes ging dat beter. En af en toe heeft ze dat als ze echt een keer echt heel erg stijf is. Waarschijnlijk spierpijn. Ja, het is zo stom dat een paar niet kan praten tegen ons. Maar goed. Dus dat ga ik vandaag laten zien. Daarna ben ik dus opgegaan. Ben ik gaan rijden. En dat ging verrassend goed. Ik voelde mij goed. Ik ga het zo laten zien. Ze reageerde onwijs goed op mijn beenhulp. Dus ik vroeg om net wat sneller te draven dan ze gewend was. En dan weer terug te komen. En dan weer sneller en weer terug te komen. Dus ik had echt het idee dat ze er moeite mee ging hebben. Omdat het zo lang geleden is dat we het gedaan hadden. Ik doe het wel eens aan de launch, maar zoals ik al zei eerder, dat is toch iets anders. Aan de longe kun je het goed zien. En onder het zadel, je kunt het wel voelen, maar je staat er niet vanaf. Dus ik kan niet goed zien wat ze. Dus fijn dat het gefilmd is. Dan heb ik er beeld bij. Ik ben eerst begonnen hier die dag met longeren, zoals ik al zei net. Ja, ik heb haar eigenlijk gewoon laten doen. Ik wilde natuurlijk niet dat ze ging stappen waar ik wilde dat ze ging draven. Maar ik heb haar een beetje haar spieren op eigen houtje laten losgooien. In ieder geval in het begin. Want ja, net zoals je hier ziet, je kunt gewoon zien dat ze wat stijfjes is en niet regelmatig loopt. Dus ik heb dat heel even wat aangekeken om te kijken of dat nu de hele tijd zo blijft of dat het na wat warm worden beter gaat. Hier ging ze wat trager en dat vond ik dan weer niet oké, dus ik vroeg haar wat sneller. Ze ontspande wel weer mooi en althans hals ging mooi naar omlaag en bleef eigenlijk aardig laag. Dus ze liep wel mooi, ja, redelijk ontspannen. En dat was wel prettig om te zien. Oké, ja, af en toe ging ze met haar hoofd naar omhoog. Maar dan ga je door heel deze beelden zien. Bij elk moment dat er een paard voorbij ging, of er was geluid hier ook weer, er was geluid buiten, dan gaat haar hoofd een beetje naar omhoog. Want ze is zo onwijs snel afgeleid. En dan krijg ik dat op dit moment ja, moeilijk terug. In ieder geval, ze liep hier wat beter. Dus ik dacht, nou ja, dan gaan we maar kijken hoe het onder het rijden is. Dus hier begon ik en eigenlijk was ze best wel actief. Ja, nou ja, het sleuren ging al wat minder. Mijn achterbeen, hier zie je dat ze wel redelijk optilt. Althans, ze sleurde niet heel veel met haar achterbeen op de grond. Dus dat was al iets beter opgelost. Hier ook, ze ging aardig naar beneden en af en toe ook weer naar omhoog. Hier ook weer, er was weer geluid. Wat ik dan doe, is mijn binnenteugel een klein beetje meer openen, zodat ik wil zo min mogelijk doen met mijn teugels in deze fase van de training. Alles gaat eigenlijk via mijn zit en mijn benen.
Maar af en toe, net zoals wanneer ze het hoofd naar omhoog gooit vanwege geluid of nou, misschien vanwege wel iets anders af en toe, ja, wil ik mijn binnenteugel een klein beetje openen. Ik doe niet te veel met mijn handen daarbuiten, daarnaast nog niet. Nou, ik wil heel graag dat alles in ieder geval voor nu vanuit mijn zit en mijn benen komt. Hier ook ging het een klein beetje trager naar hoe ik het eigenlijk graag zou willen. Maar goed, de rechte stukken uit loopt ze eigenlijk best oké. Haar hoofdje is hier wat iets te hoog naar mijn zin. Ook weer, volgens mij ging de deur hier open. En dan gaat ze naar daar met haar aandacht. En wat ik dan gedaan heb vooral vandaag, omdat ik vond dat haar aandacht echt veel te veel naar andere dingen ging, was spelen met tempo-whistles in vooral dezelfde gang. Dus ik ging naar eraf en ik dacht, weet je, ik ga haar vandaag gewoon even flink laten schakelen. Zodat haar aandacht bij mij blijft, want ja, dan moet ze wel. Ik was voor de rest niet ontevreden hoor. Je merkt ook heel erg aan mijn handen hier dat ik mijn duimen te veel naar opzij houd. Oké, dit was een lelijke overgang, maar goed. Op zich vond ik het nog prima, althans, nee, ik vind het niet prima. Ik moet het echt heel goed gaan oefenen. Maar dit was niet mijn doel van vandaag. Dus vond ik het op dat moment prima. Hier ook de draf, het ging iets te traag, dus ik dacht wat peper in de reet en gaan. Ik heb er een aantal keren echt naar voren gevraagd en dan weer terug en dan weer naar voren en dan weer terug. Hier weer echt flink naar voren. Dat activeert ook een stuk beter en meer haar achterhand. Want uiteindelijk ja, is dat toch hetgeen waar we echt aan willen werken. Zo min mogelijk met de handen en hier een kleine struikel. En ook op mijn zit. Ik probeerde echt heel overdreven met mijn zit alles te vragen. Heel overdreven licht rijden. Dus wat zwaarder zitten als ik wil dat ze wat trager ging. Wat trager licht rijden eigenlijk. Wanneer ik wilde dat ze trager ging. En iets sneller wanneer ik graag had dat ze wat sneller liep. En af en toe moest ik het bijzetten met de druk van mijn benen. Maar van mijn onderbenen bedoel ik dan. Maar je ziet dan dat ze echt haar aandacht meer bij mij heeft. En niet meer naar al de rest. Hier had ze wat moeite, merkte ik. Het zou goed kunnen dat ik hier echt te veel naar binnen zat. En dan dacht ik ga even doorzitten om te kijken of ik daar ook nog wat mee kan. Met iets sneller en terug en sneller en terug. Want ik wil hier ook heel graag in galop. Om te kijken hoe het daarmee ging. Vooral omdat ze wat stijver was. Vraagt echt best veel als je al een tijdje niet gedaan hebt. Ik denk dat iedereen die kent hier wel over mee kan spreken. Het vraagt veel over van je buikspieren vooral. Want ja, doorzitten doe ik heel erg met mijn buikspieren en met de bovenste beenspieren. Hoe heet het? Dijspieren? De bovenste. Ja, echt volledig de bovenkant van mijn dijen. Ik probeer zoveel mogelijk hier, daar moet ik echt nog aan werken, want mijn onderbenen bewegen nog veel te veel. Maar ik probeer schokken op te vangen met mijn hielen. Ook in de galop probeer ik de schokken op te vangen met de hielen. Dus daar ligt vooral de druk in op dat moment. En ik probeer ook zo weinig mogelijk, van het moment dat ze in galop is, hier gaat ze terug, dat is niet zo erg, althans. Ja, het was wel erg, maar
ik probeerde mijn balans weer een beetje terug te vinden en vroeg haar dan terug in galop. En dan was het weer opgelost. Af en toe doet ze dat wel eens. En dat is ook echt mijn fout. Ik had hier waarschijnlijk een verkeerd signaal afgegeven dat ze weer terug mocht. Waarschijnlijk ook te diep gezeten op dat moment. Maar ik vond niet dat ze... ik vond echt niet dat ze het slecht deed. Vooral als ze dan gaat ontspannen, dan ben ik heel blij. De overgang is niet top, maar dat was niet het doel van vandaag. En ik was op zich aardig blij. En dan natuurlijk ook de andere kant. Ik heb hier heel veel laten zien aan één kant volgens mij. Maar goed, de andere kant hebben we net zo lang gedaan. Maar dat staat niet allemaal op beeld. Oké, jongens, dit was kort maar krachtig. Dit was het weer voor vandaag. Ik vind het super jammer dat het filmpje dat ik in mijn hoofd had niet door kon gaan. Maar hey, that's what happens sometimes. Ziek zijn is niet iets wat we plannen. Dus nee, in ieder geval bedankt voor het kijken. En volgende week weer een nieuwe video. Hopelijk dat het dan wel door kan gaan. Waarschijnlijk wel. Blijf gezond, wees voorzichtig en denk aan elkaar. Alright. Tot volgende week. Doei. Thank you.